Waarschuwing, neem deze video niet te serieus. Yo, kijk van IMT, vandaag zijn Mark en ik weer bij een nieuwe aflevering van Talking and Nobody Explodes. We gaan even zien of het beter gaat dan de vorige episode. Want toen was het gewoon paniek, stress, ik weet niet wat allemaal. Ja. En we moeten nog een tijdje doorspelen. Dus ik hoop dat Mark denk ik niet in paniek raakt wat je me moet zeggen en hoe mijn uitleg begrijpt. En ik hoop dat dit keer de instructie van mij ook goed gaat. Ja, ik hoop het ook. Dus laten we snel beginnen. Mark, ik heb een start gedrukt. Hij is aan het laden. Are you ready? Yes. Are you ready, Freddy? 13 uur 44, 5 minuten op de klok. Mark, ik zie hem zo. Ik heb een grote button. Ja. Die is geel. Oké, geel, ja. En er staat een tekst op dat die het begint met een D-E-T-O-N-A-T-E. Detonate? Ja. Oké. Ik denk spel het maar, het is ook duidelijk. Wat moet ik ermee doen? Hoeveel batterijen zitten er op de bom? Om de bom? Geen één. Maar om de bom zou ik even kijken. Geen. Geen, oh shit. Houd de button vast. Ja. When the countdown timer has a 1 in any position. Oké, kabeltjes. Oké, daar ben ik. Ik heb 5 kabels. Ja, oké. Wat zijn de kleuren van sommige kabels? Wit, zwart en rood. Wit, zwart en rood. Welke... Is de laatste kabel zwart? Ja, de laatste kabel is zwart. De serial number. The last digit of the serial number is odd. Cut the fourth wire. Serial number is 6. De laatste nummer. Ik denk dat je dan op de vierde... Dat is een rode. Fout. Dat denk ik. Oh. De eerste? Ja. Oké, ik heb nou dus een ruithoek heb ik met 4 kleuren erin. Ah, die. De subject of... De blauwe? Ja. Oké. Even zien. Je had al een strike, of niet? Ja. De blauwe die geeft een kleurtje? Knippen. Ja. Even kijken hoor. Hoe dit eigenlijk allemaal precies moet. Je hebt 2 minuten 20, je hebt alle tijd. Oké. If the serial number contains a vowel. What the fuck is een vowel nou ja? Google even. Dat ga ik doen. Vowel. Oh, vowel. Misschien dat hij gevouwen is? Oh, als hij een klinker heeft. Oh. Heeft hij een klinker? Wat zijn klinkers? Wacht even. Wat zijn klinkers? Die A, E, I, O, U, dat. Hij heeft een E. Oké. De blauwe die knippert, je hebt een, je hebt al een strijk, dan moet je de groene button. Dan. Daar is een blauw rood. Oké. Dan moet je groen geel. Dan. Blauw, rood, blauw. Groen, geel, groen. Groen, geel, groen. Dan. Blauw, rood, blauw, groen. Blauw, rood, blauw, groen. Ja. Groen. Geel, groen. En dan blauw. Dan, opgelost. Nice.
We did it! Yay. Defused. Time remaining. 37,7 seconden. Best time. Ha, dat is een beetje oplichting. Eindelijk. En ondertussen heeft Mark zijn bom ook ingeladen. Dus, let's go. Ja, is nog eventjes aan het laden, moment. Maar nu kun je wel meteen zien wat erop staat, ongeveer. Ja, 13:49, 5 minuten. Oké, ik heb een button. Ja, ik scroll nu door naar de button. Hij is wit. Wacht even, wit. Ik scroll door naar de button, wacht even. Oh. Waar staat die button? Onder de wires. Ah, hier. Ja, hij is wit, zei jij? Ja, hij is wit en er staat op hold. De bom... button is blue. Nee, if there is more than one button in a bomb, it's hidden. Nee, if the button is white, there is a lit indicator with the label car. Kijken. Ja, die heb ik, ja. Dan mag ik hem indrukken. En inhouden. Blauwe streep. Als een 4 in elke positie zit. Dan. Symbolen. Ja, met die rare tekens. Ja, symbolen dus. Ja, is goed. Begin maar. Ik heb een soort van drietand. Drietand. Wat is een drietand? Zoek maar op. Oh, zo'n duivelsding. Ja, zoiets, ja. Duivel ook, ja. Ik heb ook een H. Met een soort... Ja, wat lijkt het? Het lijkt een soort... Met een rondje erboven. Half rondje erboven. Ja, en een 7 eraan vast. Ja, ik weet precies wat je bedoelde. En ik heb een omgekeerde hoofdletter E met dubbele puntjes erbovenop. Een euroteken. Ja. En ik heb een soort van zwarte plus, maar er zit nog een plus aan. Dus een soort van hekje? En die staat schuin. Een zwarte... Oh, een hekje. Ja, ik zie hem. Dat zijn ze. Even kijken. Mis ik er ergens nog eentje tussendoor ergens? Ik kreeg sowieso op krachten. Oké, press the 4 buttons in order that symbols appear from the top to the bottom. Dus ik moet van boven naar beneden lezen dus. Ja. Dus een euroteken. Omgekeerd. Ja. Dan dat duivels kroontje. Fout. Wat? Ben ik al blind of ligt het aan mij? Ik heb de drietand, de H okay, met de 7. Ik moet even concentreren. Hè? Dan moet... Is dat echt de drietand? Die eurotekens doe ik zo niet. Oké, dat is een reststrepen. Hoe lang tijd heb ik nog? 1 minuut 45. Laten we dat hekje schokken. Goed. Dan komt die N of dat andere dingetje. Oké, ik heb hem. Nu hebben we nog een... Er staat een 2 in een klein schermpje met 4 cijfers eronder en 5 van die... Ja, balkjes wat het mogen zijn. Oh, die wordt leuk. Wat staat in het grote scherm? 2. Dan mag je de press the button in the second position. Ja. Wat staat erin? 3. Press the button in the first position. Ja. Wat staat er nu? Een 3. Een 3. Press the button in the third position. Ja. 4. 4. Press the button in the same position as you pressed in stage 2. Ja. Ja. 3. If the display is 3, press the button within the same label you pressed in stage 4. Dan 16,69 seconden. Zo, die was wel heel close. Ja, dat was heel close, ja. Maar ik weet nog steeds niet hoe ik die andere symbolen eigenlijk moet lezen. Van links naar rechts of van boven naar beneden.
volgens mij is het in van links naar rechts, maar dan ook ja, van links naar rechts. En dan moet je steeds een rij naar beneden, volgens mij. Ja, ik heb niet meer eigenlijk heel vaag geschreven. Maar oké. Okay. Ach ja. Kan ik jouw tijd zo meteen al zien? Kan ik even kijken? Ik denk het wel. Ja, volgens mij wel. Bams. Ja. Ik zie hem staan. Maar wel allebei 7-3. Precies. Nou, 1 milliseconde sneller was geweest. Of 100ste. Ja. Had ik het echt puur toeval gevonden. Same. Maar wat is eigenlijk toprecord? Ik denk dat er iemand wel zal zijn die dan ook gewoon de manual gebruikt, denk ja, ik. Ja, dat kan bijna niet anders. Maar in ieder geval, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer met deze korte episode van Keep Talking and Nobody Explodes.